goedemorgen. Fijn dat je kijkt naar de ochtendshow. Je dagelijkse startmotor van de onderwijsdagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Golaan, Golaan Mohaldin. Ja. Jij bent de tafelgast van vandaag. Ik ben de tafelgast, heel fijn om hier te zijn. Ja, jij bent docent Engels, docent internationalisering en mentor op het ROC Nijmegen. En studenten noemen jou Miss G. Ja, waarom is dat? Nou ja, Golaan is een hele moeilijke naam om uit te spreken. En voor aanspreekbaarheid zeiden de studenten gewoon op een gegeven moment, nou mevrouw, noem je gewoon Miss G. En dat is blijven plakken. Oké. Okay. Nou, misschien dat ik vandaag ook een keer terugval op Miss G als Golaan, maar niet lukt. Ik ga mijn best doen. Alles staat in het teken van grenzeloos leren op de onderwijsdagen. Leren op de werkplek, inclusiviteit, grenzeloos dus. Jij bent volgens mij vorige week benoemd tot mbo-ambassadeur op de HAN. Ja, klopt. Ja, ja. Wat wil je bereiken als mbo-ambassadeur op de HAN? Waar ga je voor? Dat is een hele goede vraag. Ik wil echt als mbo representeren, als ambassadeur, hoe goed het mbo kan zijn en hoeveel dat bijdraagt aan de maatschappij. Maar ook vooral voor startende docenten. Zodat zij ook een goede beeld hebben van het mbo voordat ze een keus maken in hun opleiding. Oké, nou, we gaan zo meteen aan tafel gaan we daar over doorpraten. Al je, jouw ervaring, je kennis over lesgeven ook op het mbo. Maar we gaan eerst even kijken naar een spoken word optreden. Dat doen we elke dag. Een kort optreden van een minuutje van Thijs Kersten. Gaan wij samen naar binnen. Is goed, ja. Ik ben geen momentopname, maar het hele verloop. Ik loop niet te koop met maar één diploma. Ga altijd door en leer maar door. Werk naar het einde om mijn leven te verrijken en ontwikkeling te krijgen, omdat die voor mij is. Ik neem mijn leven ruim. Mijn lessen verruimd. Vul mijn tijd en ruimte op met opleiding. Geen verleiding, maar juist verleidend naar vooruitgang. Neem de ruimte om de tijd te nemen, alles te geven om maar even op dat podium te staan en weer verder te gaan. Nooit stil te staan bij mijn ontwikkeling, mijn verwikkeling en alles. Ik doordring de samenleving en sta nooit stil. Want ik ben nooit te oud om te leren. Leer iedere dag wat bij. Leer te luisteren naar mijn geweten om meer te weten en een leven te leven door te leren. En nooit mijn rug te keren. Ja, dat is mooi. Prachtig. Sta nooit stil. Nee. Nooit te oud om te leren. En vandaag hebben we elke dag een andere instelling in het zonlicht, om het zo maar even te zeggen. Vandaag dus ROC Nijmegen. We zeiden het net al even, Golaan, jij bent mbo-ambassadeur. En jij deelt ook heel veel als het gaat om... Je schrijft blogs, je bent volgens mij bezig met een boek. Dat klopt. Over eigenlijk ons mbo. Ja, ja, alles om eigenlijk de docenten die aan de slag gaan op het mbo te ondersteunen. Ja. Om inspiratie te bieden ook. Je nodigt ook mensen uit om gewoon mee te kijken in je les. Ja, dat klopt. En wat je net al even zei, ook over dat ambassadeurschap. Hè, je hoopt mensen ook een ander beeld te geven van het lesgeven op het mbo. Ja. Ja. En wij hebben elke dag een Mentimeter vraag. Die hebben we vandaag ook. En die is eigenlijk een beetje daarop op geënt. Hè? We vragen aan mensen van... waar denk jij aan bij het lesgeven op het mbo? Dus mensen kunnen naar menti.com gaan, onze kijkers. En dan de code 96420698 ingeven. En dan de vraag van... waar denk jij aan? Wat is de kracht van het mbo? Misschien ook wel welke angstbeelden of rare beelden heb je daarbij. Wat is gewoon je eerste associatie als het gaat om lesgeven op het mbo? Dan gaan we eens kijken hoe zich dat verhoudt tot hoe jij dat ziet. Want als je nou bij jou de klas binnenkomt, als jij les staat te geven, wat zie ik dan? Nou, elke klas is natuurlijk anders, maar het mooie van mbo is dus dat elke les ook weer anders is die je geeft.
soms zie ik bij de hand de studenten die dan komen met vragen, nieuwsgierigheid, opmerkingen. En dat daagt mij ook uit als docent en mentor om anders te gaan kijken naar de generatie van nu. In mijn lessen zul je humor zien, zul je zien dat ik heel veel in dialoog ga met de studenten, wat ze al weten qua voorkennis en hoe we daar, waar we nu staan, zeg maar, als het ware, in het leerproces. En hoe we dan later met een hoofddoel kunnen bereiken wat we willen bereiken. En daarin wil ik vooral dat de studenten vanuit zichzelf ook mij kunnen vertellen hoe ze dat willen. Ja. Vanuit welke stappen. Heb je daar een voorbeeld van hoe je dat dan, doet? Dat studenten zelf, zeg maar, een rol spelen misschien in dat leerproces? Ja, dat is een hele goeie. We zijn een aantal maanden terug, zijn studenten van mij, na de pandemie zeiden ze ook, nou mevrouw, het is allemaal zo negatief allemaal. Op het nieuws, ik word er depressief van. Nou ja, toen zeiden we, oké, laten we gaan kijken naar hoe we dat kunnen doen. En daaruit is een Good Vibes newspaper uitgekomen. Dus een kleine krant dat door studenten is gemaakt. 3 weken lang hebben we ernaar gekeken. En de studenten die vertellen mij wat een succescriteria is, bijvoorbeeld van een goed artikel. Die gaan mij vertellen wat een goed artikel inhoudt. En op basis daarvan gaan we naar in een dialoog. En we blijven met elkaar feedback geven tussendoor ook, om te kijken naar het product zodat het beter wordt. Dus de lessen zijn niet loslopende lessen, maar zijn een koppeling van een les voorheen. En als je dan, als zij met criteria voor een goed artikel komen, hoe zorg jij dan, want jij hebt andere kennis en ervaring, breng jij weer mee. Hoe ziet zo'n gesprek eruit? Zeggen ze wel eens tegen jou van, ja, maar dat zegt u nou wel. Ja. Of dat zeg je nou wel, Miss G. Maar ja. Wij vinden dit belangrijker in een artikel. Ja, en dat is heel belangrijk. Hè, wat zij belangrijk vinden, maar ook in dialoog met mij. Dus ik stuur wel, maar het zijn de studenten die de stappen ondernemen. Om echt hun leren en eigenaarschap te hebben. Ja. En dat maakt het zo uniek. Heel veel studenten die willen juist meer betrokken worden in het ontwerpproces van een les. Hè, wat wil jij dan volgende periode zien? Dus vaak aan het begin van een periode maar of het eind. Maar zeggen ze dan niet tegen jou van, ja, zeg jij het maar, Gohan, ja. Want jij bent hier de docent? Het is een beetje een samenwerking met. Oké. Okay. En tot nu toe, knock on wood, heb ik niks gehoord van mevrouw, doet u het maar. Want zij hebben heel veel creativiteit. Dus dan hebben ze een uitlaatklep waarin ze hun eigen mening ook kunnen vertellen. Ja. En zijn studenten, want je hoort wel eens, kijk, iemand zegt bijvoorbeeld uitdagend, motiveren speelt een belangrijke rol. Ja. Ervaar jij dat ook zo? Dat je studenten moet motiveren of vind jij makkelijk die intrinsieke motivatie waar je het net over had? Nou ja, als we kijken naar de leeftijd, ze komen binnen het mbo 15, 16 zijn ze dan. Nou, sommigen weten bij God niet wat ze willen worden. Ze moeten heel jong gaan kiezen, dus de motivatie is soms heel erg moeilijk inderdaad, hè? Van dat intrinsieke en extrinsieke. Dus het is eigenlijk een samenwerking van motivatie die je als docent geeft, maar ook wat een student kan krijgen als je zelf heel veel zin hebt om les te geven. Zo kom ik maandagochtend heel blij de les in, zijn zij nog een beetje, moeten zij nog wakker worden, zijn ze wel blij dat Miss G ook zin heeft om les te geven aan ze. Ja, ja, ja. Dat creëert een heel andere sfeer natuurlijk. En is dat voor jou, want heb jij altijd zin om les te geven? Nou, niet altijd, maar dat laat ik dan ook weer weten. Die transparantheid, hè. Jongens, ik ben vandaag moe. En dan willen ze met me samenwerken, dan gaan ze zich daarop aanpassen. Dus dat is ook wel heel mooi. Dus jij herkent wel, het punt van motiveren speelt een belangrijke rol. Denk je dat dat anders is dan op, ik noem maar even, de HAN of de universiteit? Heb je daar een beeld bij? Nou, ik denk vooral mbo's die vertellen jou in de les, mevrouw, wat heb ik hier aan? Waarom? Dus de waarom-vraag is heel belangrijk binnen het mbo. Natuurlijk, elk onderwijs heeft motivatie nodig, vanuit de mentoren en vanuit zichzelf. Maar binnen het mbo is de waarom-vraag hetgeen waardoor motivatie... Je geeft Engels, hè? Dan zijn er misschien studenten of leerlingen die zeggen van, ja, Engels waar ik ga werken, heb ik helemaal niet nodig. Gebeurt dat? Nou, vinden ze daar eigenlijk Engels altijd wel relevant? Nou, er zijn wel sommigen die zeggen, ja, ik vind Engels wel relevant, want het is nu echt opkomend met TikTok en Instagram en social media verder. Maar sommigen zeggen, ik kan het niet. Ik heb zo lang geen Engels gehad, ik kan het niet. Nou, daar zitten vaak uitdagingen in. Ja. In jouw lessen sluit je heel erg aan, hè?
voelde ik aan alles van hoe die studenten er zitten, hoe je leerlingen erbij zitten. Ja. Hoe doe je dat? Hoe lukt het jou om aan te sluiten op wat zij belangrijk vinden? Is het voor jou makkelijk om in die leefwereld te stappen? Nou, allereerst was dat wel moeilijk, maar ik ging op onderzoek uit. Wat je zelf zegt, het is een leven lang leren. Dus als docent moet je dat ook blijven doen. Maar ik stelde mezelf de vraag, ja, hoe kan ik ze meebewegen? Mm-hmm. En wat beter om te vragen aan de directe bron. Dus dat vroeg ik ook aan de studenten. En op een gegeven moment merkte ik dat als ik elke einde van de periode daarmee begin, van hey, laten we even samen evalueren wat beter kan, dan krijg je zoveel feedback terug dat je daarop kan aanpassen. Heb je een voorbeeld van iets waarvan je zegt, van dit krijg je dan terug, waardoor ik mijn lessen weer... Nou ja, anders inga richten. Ja, nou, ik heb een hele klas gehad die in het begin van de les, die zeiden, mevrouw, stop maar met lessen, begin maar alvast niet, want wij hebben cumulatief dus met de hele groep afgesproken dat we graag grammatica willen, zeiden ze. Ja, en dan zeg ik, nou, fantastisch, ik wil niks anders. Nou, dan ga ik deze les, ga ik de voorbereidende dingen die ik al heb gedaan, gaan we doen. Ik zou hele andere dingen kiezen dan grammatica. Maar dan, ze willen het, ze willen zo graag leren. En dat maakt het ook heel fijn. Alleen op welke manier, dat is vaak de vraag. Wat werkt voor jou als docent, maar wat werkt ook voor je student en vanuit welke afdeling? Ja, nou hebben we ook een vraag over. Iemand zegt ook, hè, hard werken voor de docent. Dat wil ik je zo meteen ook nog vragen. Een ander punt is, hoe sluit je aan bij de leefwereld van je studenten, van je leerlingen? Dus daar nou, zijn we ook benieuwd naar, hè, wat kijkers daarvan vinden, wat zij voor manieren hebben om dat te doen. Ja. Iemand anders zei dus, het is hard werken ook als docent. Ja. Je bent heel betrokken en je zei al, je hebt ook niet altijd zin, maar je probeert wel echt ook die energie uit te stralen. Hoe hou jij jezelf fris en scherp, zeg maar? Of wat is dat voor jou een manier om dat te doen? Hele mooie vraag. Ik moet zeggen, als ik moe ben, dan kan ik altijd terecht bij mijn collega's. Hm. Er is geen één collega die niet hetzelfde heeft gevoeld, vooral ook tijdens coronatijd. En we hebben heel veel aan elkaar gehad. Dus het feit dat ik misschien als een goed docent ben, nou, er zijn zoveel meer goede docenten binnen het mbo. Het zou zo iemand anders ook kunnen zijn die hier aan tafel met jou zit. Dus zo ben ik echt de laatste tijd ook met de vermoeidheid, hè, als hard werken als docent, heb je een team achter je. Okay, dus en dat is echt de wereld. Ja. Ja, dat is mooi. Een heleboel van dat team zitten hier ook vandaag. Hè, want ik merkte in de voorbereiding, jullie kennen elkaar ook. Die vraag, hè, hoe sluit je aan bij de leefwereld van je studenten? Daar komen we zo meteen even op terug, op de antwoorden die daar binnenkomen. Mensen zeggen bijvoorbeeld, door in gesprek te gaan met studenten of goed luisteren. En altijd luisteren. Nou, volgens mij zijn dat dingen die jij ook zeker herkent. Praten we zo meteen over verder. Want we gaan nu kijken naar een reportage waar ook het samenwerken tussen studenten van de RU, de HAN en de ROC Nijmegen centraal staat. Een project dat Samen voor de Stad, jij kent het ook. Ja, Design Thinking. Precies, ja, dat ja. In Dukenburg, waar ze eigenlijk een vraag van de gemeente hebben opgepakt. Gaat onder andere over, nou, hoe maken we Dukenburg aantrekkelijk voor jonge mensen. Ja. Gaan we samen even naar kijken. Nou, heel benieuwd. In 2020 kwamen RU en ROC bij elkaar vanuit het sociaal innovatieplatform Ieder Talent Telt om te kijken naar hoe kunnen we nou ontmoeting genereren tussen de studenten van de verschillende onderwijsinstellingen. Gelukkig sloot ook snel de HAN aan en vonden we de gemeente als vraagstukinbrenger. Samen met de gemeente hebben we gekeken naar een vraagstuk wat ook daadwerkelijk iets oplevert, niet alleen voor de onderwijsinstellingen, maar ook daadwerkelijk voor de stad. De gemeente Nijmegen heeft in eerste instantie een heel breed vraagstuk voor ons geformuleerd. Hoe maken we de wijk Dukenburg aantrekkelijker voor jongeren? En toen was het aan ons de taak om daar een concreet onderwijsproject van te maken. En al gauw bedachten we om dat via de design thinking methode te doen. Want die is namelijk heel erg geschikt om samen te werken met verschillende onderwijsachtergronden. Dus niet dat de universitaire student het theoretische deel doet en de mbo'er het praktische deel. Nee, je doet alles helemaal samen en op een gelijkwaardig niveau. Design thinking bestaat uit 5 fases
En die fases die doorloop je meerdere keren. Nou, de eerste fase van design thinking is de empathize fase. Je probeert echt empathie te voelen voor de doelgroep waar het vraagstuk betrekking op heeft. Dus welke kenmerken heeft deze doelgroep? Wat weet je eigenlijk al over deze doelgroep? Kennismaking is een heel belangrijk onderdeel. Dus we hebben studenten eerst gevraagd om zichzelf even voor te stellen en te vertellen over hun motivatie om mee te doen aan dit project. Vervolgens hebben we studenten post-its laten invullen met daarop, ja, wat is nou eigenlijk jouw behoefte als je ergens gaat wonen? Wat vind jij daarbij belangrijk? Nou, daar vond vervolgens uitwisseling op plaats. Daarbovenop hebben we ook één student in de gelegenheid gesteld om de lead te nemen en deze post-its te clusteren. Nou, dat kwam op meerdere momenten kwam dat terug, zodat elke student eigenlijk de kans heeft gekregen om even in de lead te zijn. In de define-fase hebben de studenten het vraagstuk van de gemeente wat concreter gemaakt. Dus op basis van de informatie die ze van de gemeente hebben gekregen en op basis van de brainstorms in de empathize-fase hebben ze een specifieke richting aan het project gegeven. Dus ze hebben echt nagedacht van wat is precies wat de gemeente wil en waar heeft de gemeente echt wat aan. Dus in deze fase dat gaf meer een specifieke scope in het project. De ideate-fase is persoonlijk mijn favoriete fase van design thinking. Daarin ga je zoveel mogelijk creatieve ideeën genereren. Je doet dat samen met elkaar in een methodische brainstorm. Dus je gaat met elkaar kijken wat als alles kan. Of hoe moet je dingen juist niet van de grond krijgen. Op deze wijze werk je samen in kwantiteit en niet in kwaliteit. Dat komt later wel. Daarna kwam de prototype fase en in deze fase gingen studenten echt iets kiezen om te ontwerpen. En dat deden ze door een grote berg speelgoed op tafel te leggen en daarvan echt iets creatiefs te bouwen. En de studenten hebben ervoor gekozen om een sociale en creatieve hub te ontwikkelen voor in de wijk Dukenburg. En door daar echt zelf aan te gaan bouwen, werd hun oplossing ook meteen een stuk concreter. In de testfase test je je ontwerp uit in de praktijk. En in dit geval hebben de studenten hun ontwerp voorgelegd aan de contactpersoon van de gemeente. De contactpersoon van de gemeente was super enthousiast over het idee van de studenten om een creatieve hub te ontwikkelen in de wijk Dukenburg. En in een langere versie van design thinking ga je na deze stap weer terug naar een andere fase in het design thinking cyclus. Want het is een iteratief proces waarin je ontwerp steeds verder aanscherpt. Wat vraagt het van jou als docent om te werken met de design thinking methode? Nou, het is belangrijker dat je jezelf opstelt als een facilitator en als een coach. Je laat daarbij alle studenten aan het woord en je begeleidt hun zowel op proces en als op inhoud. Daarnaast gebruik je creatieve werkvormen, zoals knutselopdrachten, brainstormen en je laat studenten ook pitchen. Wanneer is de design thinking methode nou een geschikte methode om te gebruiken? Nou, als je een complex en mensgericht vraagstuk hebt waar je in een relatief korte tijd creatieve oplossingen voor wilt genereren, dan is het een hele geschikte methode. Daarnaast kun je een heleboel verschillende visies bij elkaar voegen. Goedemorgen Malou. Goedemorgen. Malou Beursken, jij bent docent op het praktijkleercentrum Zorg en Welzijn. Onder andere, ja. Aan de Vossenlaan. Ja, aan de Vossenlaan is het inderdaad. En dat centrum is er sinds ongeveer een jaar. Zou je kunnen vertellen wat dat is? Ja, in de coronatijd zijn we eigenlijk gestart omdat daar een tekort was van de stages. En we wilden sowieso de praktijk versterken binnen ons ROC, binnen de sector Zorg en Welzijn. En ook kijken hoe we dat overkoepelend konden maken. Dus met verschillende teams samenwerken binnen de praktijk. Omdat dat ook later, wanneer ze werken, de realiteit is. Ja, ja, dus dat is echt samenwerken ook met verschillende disciplines. Ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, wij doen een project dat heet SOOS. Dan doen ze het tussentijdse opvang bij basisscholen. En dan verzinnen onze studenten de sport- en spelactiviteiten. En studenten van pedagogisch werk sluiten daarbij ook aan. Okay. Dus de studenten van dienstverlening en pedagogisch werk. En als ik aan de Vossenlaan binnenloop, wat zie ik dan? Wat voor mogelijkheden hebben jullie daar? Ja, nou dan zie je eigenlijk een pand waarin heel veel mogelijk is. Gelijk ook heel uitnodigend, bijvoorbeeld de muren zijn beschilderd. Dus het ziet er ook een beetje anders uit dan een statisch klaslokaal. En er zijn heel veel verschillende dingen mogelijk. Zoals nu proberen we ook in te spelen op bijvoorbeeld wat er speelt bij Oekraïne. Dus we zijn een inzamelingspunt. Maar we gaan ook kijken of dat we studenten kunnen inzetten
voor de winkel. Dus als vluchtelingen komen, spullen die ze nodig hebben. En dat hebben we ook destijds voor Syrië gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Oké, mooi. En als je nou kijkt, in de wijk zitten, ja, ten opzichte van de reguliere leslocaties, mm-hmm, zeg maar, wat voegt dat toe? Nou, het voegt toe dat je gewoon sneller contact hebt met wijkcentra, met mensen in de buurt. Je kan sneller kansen benutten die in de wijk liggen. Ze hebben bijvoorbeeld ook een locatie van Goedendag is bijvoorbeeld bij ons geweest. En waar ouderen komen. Dus als die, zeker in coronatijd, was dat heel fijn dat daar een plek was waar zij konden zijn en even konden koffie drinken en een praatje konden maken. Dus op die manier vervulde het praktijkleercentrum ook zijn rol. Ja, dat zouden ze in bestaande, op de bestaande locatie zeg maar van ROC Nijmegen niet zo snel gedaan hebben dan, denk ik. Nee, dat was wel echt een voordeel dat we echt in de wijk zaten en mensen vanuit de wijk kwamen dan ook daar naartoe. Ja. Ja. En hoe gaat het verder? Want we zijn nu een jaar actief. Wat zijn de plannen? Ja, de locatie van het praktijkleercentrum gaat weg, maar het gedachtegoed zeker niet. Dus we gaan kijken hoe we echt nog meer de praktijk in kunnen. Dus dat de studenten ook bijvoorbeeld op scholen hun praktijk hebben of in wijkcentra. Ja, en zo verder. We zijn ook bezig om simulantenonderwijs te bieden. Simulantenonderwijs? Ja, dus eigenlijk je moet zien dat simulanten die simuleren een praktijksituatie en dan kunnen studenten daar eerst oefenen en vervolgens gaan ze in de praktijk in en voeren ze het daaruit. Ja, dus dat is een stap zeg maar tussen uitleggen en vertellen en dan oefen je met mensen die de praktijk naspelen. Inderdaad. Waar haal je die mensen vandaan, die simulanten? Die zijn eigenlijk onderdeel van het praktijkleercentrum, dus dat zijn gewoon mijn naaste collega's. Ah, oké. Okay, dus jij bent af en toe ook een simulant? Ik, dat zou kunnen inderdaad. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, en ik kan me ook aanmelden als simulant. Ik kan eventueel ook langskomen. Ja, dat zou kunnen. Ja, zeker. Dat is altijd fijn om wat verschillende mensen natuurlijk te hebben. Oké, okay, nou is in zo'n praktijkleercentrum is de rol van jullie studenten, leerlingen, participatie is ook belangrijk. Zou je daar nog wat over kunnen vertellen? Ja, zeker. We proberen altijd studenten mee te nemen. Ik ben destijds ook bezig geweest in mijn afstudeeronderzoek met studentparticipatie. En in de vorming van het onderwijs is het heel belangrijk dat je studenten elke keer meeneemt. Vaak zijn we als professionals heel erg geneigd om zelf ons onderwijs te verzinnen. Maar je kan ook die student als partner zien en dus op die manier het onderwijs creëren. En ook elke keer als je bezig bent, vraag aan die student wat die student ervan vindt. Neem hem mee. En zij vinden dat fijn. Zorg dat je dat wel ook altijd cyclisch doet. Dus als je hun om feedback vraagt, zorg ook altijd dat je de terugkoppeling doet. En dat is zeker belangrijk. Ja, dat sluit ook wel aan wat Colaan eerder zei. Hè, over tussentijdsmomenten waarin jouw studenten vragen van ja, hoe gaat het nou eigenlijk? Ja, zeker. En wat willen jullie bereiken? En dat doen we hier ook. Ja, dat doen we hier ook. Ja. Okay, en verder ook sowieso in het gedachtegoed van het ROC Nijmegen zelf. Ben ik daar actief mee bezig om te kijken hoe we dat kunnen uitdragen. Want in de kern denk ik dat de mens altijd graag gehoord en gezien wil zijn. En is het ook fijn om die relatie met die studenten op te bouwen en hun ook te laten deelnemen aan het onderwijs. Oké. Nou, dichtbij in de wijk, dat is een kracht. Samenwerken met allerlei partijen en daar je studenten ook bij betrekken. Dankjewel dat je dat toe wilde lichten, Malou. Gaan wij kijken naar iets waar jij volgens mij ook van alles van weet. Ja. Het Talent Lab. Ja. Zometeen praten we met jouw collega Esmee Elson daarover door aan tafel. Maar dan hebben we ook een reportage weer van klaar staan, waarin wordt uitgelegd wat dat Talent Lab precies is. Talent Lab is een fysiek lab waar een diversiteit aan mensen in en uitloopt. Je verbindt met elkaar, werkt samen en leert samen in de breedste zin van het woord. Dit gebeurt in verschillende combinaties en dat behoort ook tot de mogelijkheden. Ons aanbod is zeer divers. Het aanbod bestaat uit opdrachten, projecten, labactiviteiten en diverse workshops. Ik heb deelgenomen aan een marktonderzoek voor het bedrijf Acito. Ja, het was voor mij superleuk en ook echt een uitdaging, want ik heb ook echt voor een bedrijf moeten presenteren en ook echt een oplossing moeten vinden voor het bedrijf zelf.
Ik heb geleerd hoe ik op een professionele manier een marktonderzoek kan uitvoeren, ook met samenwerking met Jennifer. Samen hebben wij een marktonderzoek uitgevoerd. Het was superleuk. Ik heb een hele fijne coaching gehad van Malou. Zij heeft ons op ons gemak laten voelen en ik voelde me altijd thuis als ik bij Talentlab ben. We hebben een marktonderzoek opgeleverd die we uiteindelijk hebben gepresenteerd aan Asito zelf. Denk hierbij aan studenten, docenten van onze en ook andere scholen, tot aan stakeholders, professionals en uiteraard het werkveld. Binnen Talentlab werk je aan een variëteit aan aanbod. Denk hierbij aan een breed aanbod vanuit het werkveld. Labactiviteiten, waaronder individuele trajecten van jezelf, behoren ook tot de mogelijkheden. Ik heb deelgenomen aan het project Black Hair Class. Het was superleuk en super uitdagend. Ik heb heel veel dingen geleerd. Ik ben zelf heel slecht in plannen en ik heb geleerd om beter te kunnen plannen. Ik heb ook samen met andere collega's of studenten heb ik meegedaan. En we hebben onze krachten gebundeld en hebben we een Black Hair Class van gemaakt. We hebben onze kandidaten omgetoverd in echte breed experts. Dus als het goed is, kunnen ze nu heel goed vlechten. En ik zou het zeker nog een keer doen. Het was het zeker waard. Ja, Esmee, we zagen jou even in het filmpje, ja. Esmee Elson. Je bent docent in het Talentlab, dus. We zien die introductie en een enthousiaste student die onder andere de Black Hair Class heeft gedaan. Je zei net, deze braids heb ik zelf gevlochten. Ja. Als je nou uitzoomt, dat Talentlab, wat voegt het toe ten opzichte van het bestaande onderwijsprogramma op het ROC? Nou, wat het denk ik voornamelijk toevoegt, is dat onze studenten ontdekken wat hun talent is. We zijn vanuit het onderwijs voornamelijk gewend om studenten zoveel mogelijk te leren en hen daarin te coachen en te helpen. Maar onze studenten kunnen al zoveel. En als je ze benadert vanuit wat een student kan en ook vanuit een intrinsieke motivatie, dus iets wat hij of zij graag wil leren, dan gaan ze. En dan komt daar vanzelf een nieuwe leervraag uit. En dan kan je als coach of als docent de student daar weer in verder helpen. Dus en dat is echt wat wij toevoegen. Hoe gaat dat praktisch gezien? Want kloppen studenten dan letterlijk bij jullie op de deur en zeggen van Talentlab, ik heb een talent of ik weet het misschien niet. Hoe gaat dat? Ja, we zitten op een vrij prominente plek bij ons op de plaza, op de begane grond. En soms lopen studenten inderdaad bij ons even binnen. Gewoon om een kopje thee te drinken. Het is eigenlijk allemaal vrij relaxed toe met de studenten. Het is niet zeg maar een situatie dat we meteen gaan vragen en dat ze meteen aan de slag moeten met het leren. We vinden het heel belangrijk om contact te maken. En vanuit een goed contact kan je heel veel meer doen. En gaat het dan zo dat jij ook echt langzamerhand te weten komt van misschien zit voor jou daar wel iets wat je kan ontwikkelen? Of komt de student echt met een vraag en zegt van Soms wordt de student ook vanuit een mentor of vanuit een LOB'er onze kant op gestuurd. En soms komt ook wel eens een hele klas bij ons langs. We zijn nu ook met kennismakingsopdrachten gaan wij starten. En op dat moment ga je dus ook weer in gesprek met de student. Maak je contact, dan vindt er eigenlijk een soort kort intake plaats. En daaruit weet je precies, dat is wat je wilt ontwikkelen. Daar wil je verder in groeien. Of misschien is dit gewoon wat je heel leuk vindt en wil je naast de schoolzaken, wil je daar verder in groeien. En wat heb je dan te bieden, Golan? Jij komt zo, zeker. Wat heb je dan te bieden als student met zo'n vraag komen? Wat wij bieden, ons aanbod bestaat uit verschillende workshops. Nou, de studenten hadden in het filmpje net al het een en ander verteld daarover. Dus we hebben echt een behoorlijk breed aanbod. Dan kun je denken aan een dansworkshop of als de student zegt van ik ben graag met muziek bezig, ik wil ook iets in DJ leren, dus een stukje creatief. We hebben individuele trajecten, dus als een student zegt van ik doe verpleegkunde, maar ik wil heel graag iets met Photoshop leren, kunnen ze bij ons terecht en kunnen we hun daar ook weer verder mee helpen. En we hebben uiteraard ook opdrachten vanuit het werkveld, waarin studenten aan een opdracht werken, die bijvoorbeeld vanuit de gemeente of vanuit RVN-Ed wordt bij ons gelegd.
En dat studenten daar multidisciplinair, dus samen met andere studenten, mee aan de slag kunnen gaan. Ja, en dan kijken ze dus breed aanbod. Die opdracht is ongeveer zo en zo. En dat zou wel iets zijn waar ik mee aan de slag zou willen. Of dan leggen jullie die koppeling? Ja, dan leggen wij die koppeling. En ons aanbod, het is binnen Talentlab. We hebben daar een gedeelte bij het raam waar je dan naar binnen kan kijken. Daar staat het aanbod. En dan kunnen studenten daarin zien wat wij te bieden hebben. Maar we gaan ook binnenkort bij de klassen langs om ons aanbod nog meer onder de aandacht te brengen. Want het is nog vrij nieuw, om het zomaar te zeggen. Dus I'm spreading the word. Ja, dat vanuit gebeurt docent hier. Engels, toch altijd leuk om nog even wat Engels erin te voegen. Trying to spread the word. Iedereen kan weten wat wij te bieden hebben voor onze studenten. Okay. Ja, daar heb ik nog vragen. Ja, ga je vragen. Als mentor, want wat ik vaak merk binnen de klas is dat ze extra hulp nodig hebben met wat wil ik later doen. En heb een stukje persoonsvorming, hulp bij identiteit. Wat voor andere hulpvragen kan ik als mentor bij jullie terecht, waarin jullie mij kunnen helpen met de al bestaande klas en schoolproces? Wat bijvoorbeeld heel mooi is, bijvoorbeeld kijk naar de kennismakingsopdrachten waar ik het net over had. Wat heel mooi is dat studenten, als je met jouw klas of met je mentorklas bij ons langs zou komen, dan kunnen studenten individueel aan een opdracht werken. Maar misschien dat zij samen ook aan iets anders werken dan wat ze daadwerkelijk bijvoorbeeld bij jou in de klas doen. Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een opdracht waarbij ze middels bijvoorbeeld de design thinking methode een nieuw proces gaan bedenken voor een nieuw product. Of we hebben ook bijvoorbeeld een opdracht over hoe je omgaat met een digitale munteenheid. Dat is het nu. Veel studenten zijn bezig met bitcoins en willen daar alles van weten. Dus daar hebben wij opdrachten bij bedacht van, goh, hoe ziet die digitale munteenheid er nu uit? En wat kun je er allemaal mee? Dus eigenlijk, ja, een beetje. Is het ook ondersteunend voor mij als mentor en docent? Absoluut, absoluut. Hey, heel interessant. Is dat iets waarvan je zegt, want jij besteedt ook veel aandacht gewoon aan de persoon achter de student, om het zo maar even te zeggen, in jouw lessen. Is dat iets waarvan je denkt, mental note, ik ga mijn studenten daarop wijzen? Ja, zeker mental note, maar ook voor andere collega's is het soms gewoon heel moeilijk om iets te verzinnen wat helpt. Ja. En wat studenten meebeweegt als mentor. Ja. Dus ik kom zeker graag langs met de klas. En het is voor jou misschien als, zeker als mentor, maar zeker ook als docent, ook wel heel interessant om te weten dat we voor de docenten zelf ook een aanbod hebben. Oh. Dat zijn we nu ook aan het ontwikkelen. Dus als docenten zelf ook ergens in willen groeien, of dat je een talent hebt en zegt, goh, dat wil ik graag laten weten. Daar wil ik misschien een workshop over geven, creatief schrijven. Mm. Ja goed, dan ben je bij ons op de juiste plek. En is het eigenlijk voor zowel docenten als studenten is dat mogelijk. Oh, prachtig. Zo zeg ik om dat. Hoe zit dat voor jouzelf? Want dit is ook een andere, eigenlijk ook een andere onderwijsvorm. Hè? Het is buiten het bestaande programma. Hoe ervaar je jouw rol als docent in dit geheel? Ja, ik voel me echt als een vis in het water. Ik zit echt op een. Ja, ik voel me wel. Ja, ik ben echt. Ik voel me blessed. Om het zo maar te zeggen. Omdat ik voornamelijk bezig ben met talentontwikkeling. En ik heb nog voor een klein deel geef ik les. Nou, Godan is een directe collega, fijne collega. En dus dat doe ik nog een klein stuk. Dus ik ben nog bezig met de doelgroep waar we voor ontwikkelen. En daarnaast binnen Talentlab komen ze op een hele andere manier bij ons binnen en met een ander soort vraag. Dus ik zit op verschillende posities waarin ik voornamelijk met talentontwikkeling bezig ben. Dus ik, het gaat makkelijk en vanzelf. Maar dat betekent dus ook voor jou in die verschillende rollen dat zo'n andere onderwijsvorm, want je bent dan toch op een hele andere manier ook naar studenten aan het kijken, zeker, dat weer heel goed past. Ja, dat past. En wat voor mij bijvoorbeeld ook echt weer een leermoment was in het begin, is dat als een student bij ons komt, moeten wij voornamelijk op de handjes zitten, zoals ze dat bij Talentlab noemen. En de student zelf hun ding laten doen. En ik denk dat als je vanuit intrinsieke motivatie komt bij ons binnen, je wil wat leren, en op een gegeven moment denk je, oh, dat weet ik nog niet. Ik ga even eens meevragen hoe het, en dan kom ik in beeld. Ja, ja. En ik laat ze natuurlijk niet struggelen. Hè? Dus niet te snel van, moet. Of want jij, dat zijn we als docenten wel gewend. Hè? We willen gewoon onze studenten echt zo goed mogelijk helpen. En ze heel veel meegeven. En soms zie je ze struggelen en denk je, oh, wat kan ik ze nou bieden? En binnen Talentlab proberen wij juist zelf even uit te laten zoeken. Ah, je wil niet weten waar ze dan zelf allemaal mee komen. Ja. Nou, dan sta ik zo trots naar ze te kijken. En dan op een gegeven moment komt er een vraag en dan denk ik, oh ja, daar heb je hulp bij nodig.
Dan gaan we ze zeker steunen. Ja. Oké, super. Ik heb de neiging om even op mijn handen te gaan zitten bij het aankondigen van. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, heel erg. Omdat we gaan kijken naar een reportage over de opleidingsschool. Van Han en ROC, een samenwerkingsproject. Wat ook echt aansluit bij waar we het vandaag ook over hebben, waar jij ook veel belang aan hecht, dat docenten goed landen, zeg maar, op dat mbo, als ze daarvoor voor kiezen. En laten we daar samen even naar gaan kijken. De opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen de HAN en ROC Nijmegen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opleiding die studenten volgen en de lerarenopleiding. We geven samen het curriculum vorm, maar ook de stages. En zo leren ze hoe leuk het is om mbo-docent te worden en wat dat allemaal inhoudt. Inductie is een tweejarig begeleidingstraject. Dat bieden wij alle beginnende leraren en instructeurs die bij ons in dienst komen. Zij krijgen dan 2 jaar lang een soort professionalisering aangeboden, waarbij ze enerzijds een mentor krijgen binnen het team, anderzijds een coach buiten het team. En dat maakt dat ze een zachte landing kunnen maken en wij ze op die manier heel graag willen behouden voor het onderwijs. De pijlers van het inductietraject bestaat eigenlijk uit 3 verschillende dingen. Enerzijds vinden we de begeleiding heel belangrijk. Die vindt plaats binnen het team met een mentor voor operationele zaken, buiten het team met een inductiecoach die je echt leert om de docentenskills verder te ontwikkelen. Daarnaast is er een groot aanbod van workshops. Dan heb je het echt over professionele ontwikkeling op thema's die binnen het beroepsonderwijs van belang zijn. En de derde belangrijke pijler is dat we daar ook lesreductie voor hebben georganiseerd. Dus mensen krijgen 6,25% reductie op hun lestaak om deel te kunnen nemen aan het inductietraject. Als beginnend docent binnen het ROC krijg je een inductiecoach. En samen met je inductiecoach sta je stil bij jouw skills als docent. Je gaat kijken naar jouw eigenschappen en waar er nog eventuele ontwikkeling mogelijk is. Ook krijg je een buddy binnen het team die je als vraagbaak kunt gebruiken. En daarmee kun je in gesprek gaan en om de zoveel tijd ook een afspraak inplannen. Wat voor mij het mbo zo'n mooie plek maakt om te leren, is het feit dat studenten hier hun talenten kunnen ontwikkelen en ook hun talenten gelijk kunnen inzetten. Naast theorieonderwijs, het leren uit de boeken, is er ook heel veel praktijkgericht onderwijs. Beroepsspecifiek onderwijs, waardoor de studenten hetgeen dat ze hebben geleerd ook gelijk kunnen inzetten en op die manier ervaring kunnen opdoen. Het mbo vind ik een ontzettend mooie plek om te leren, omdat het zo divers is. Eigenlijk bedienen we het hele brede spectrum in het middelbaar beroepsonderwijs. En we hebben dus 3 sectoren, economie, techniek en zorg en welzijn. En het is heel praktijkgericht. En je kunt dat eigenlijk jezelf voorstellen, als je 's morgens opstaat, dan eet je brood. En de bakkers die volgen bij ons al de opleiding, tot en met dat je misschien in je auto stapt. Nou, de automonteurs die spelen een belangrijke rol hier ook in de opleiding. Maar bijvoorbeeld ook verpleegkundigen of sociaal werkers. Dus het is eigenlijk heel erg divers. En het mooie ook van het werken in het middelbaar beroepsonderwijs is dat je als docent verschillende taken hebt. Dus je hebt niet alleen bijvoorbeeld het vak wat je geeft, maar je bent ook studieloopbaanbegeleider. Of je bent betrokken bijvoorbeeld bij een inductie. Dus als baan heb je een hele, op 1 dag ook al heel veel diverse taken. En dat maakt het ontzettend leuk. Ik denk dat je lesgeven op het mbo leert door te doen, door uit te voeren, door te reflecteren met regelmaat. En daar waar nodig ook bij te stellen. Ik denk dat het van belang is om juist die uitdagingen aan te gaan om van jouw eigen handelen te leren. Ook door het in gesprek gaan met bijvoorbeeld je werkplekbegeleider of je coach of collega's over het algemeen kun je ideeën uitwisselen en op die manier kun je groeien in je eigen handelen. Elke student die hier het vak wil leren, het vak als docent, die krijgt een werkplekbegeleider. En wij als opleidingsschool leiden die werkplekbegeleider ook op. Dus zo zorgen we er ook voor dat er een professionele, ja, goed opgebouwde basis is. En daarnaast zijn we ook samen met de HAN bezig om praktijkcurriculum te ontwerpen. Dus de studenten, de leraren in opleiding, die volgen ook specifieke lessen die wij in samenwerking hebben opgesteld. Ja, die samenwerking, Golaan, is volgens mij jou uit het hart gegrepen. Ja. Ja. En is ook iets waar je in, we zijn aan het begin van de uitzending even, van je bent met een boek bezig, hè? Dat is ook waar je boek over gaat. Ja, dat klopt. Hoe ga je identiteit vinden eigenlijk en vormen als startend docent?
binnen het MBO? Nou, er is eigenlijk geen boek in Nederland wat daarover praat. En daarom dacht ik, nou, zo kan ik bijdrage leveren. En het heeft ook met humor te maken. Hoe zorg je ervoor dat je grenzeloos ook vanuit jezelf leert? En niet per se alleen met de gedachte dat de studenten dat moeten doen. Ja, het gaat ook over je eigen ontwikkeling. Juist, ja. Wat heb ik doorlopen? Leer van mijn fouten. Daar gaat het boek om. En mijn weg is niet het uiteindelijke weg of de definitieve. Er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. En mijn boek is één weg dat daar naartoe leidt. Ja, maar wanneer kan ik dat lezen en inzien, dat boek? Vanaf 22 april. Ja, okay. Dan komt het in de boekenwinkel. Dan, normaal gesproken in een talkshow hou je dan nu een boek zo naar voren. Maar dat dan houden we nog spannend. Dat houden we nog even spannend. 22 april dus. Ja. We zouden nog even terugkijken naar hoe anderen kijken naar het aansluiten bij de leefwereld. Jij noemde net humor, grapjes maken. Dat geeft iemand anders ook aan. Is dat voor jou echt een belangrijk ding? Humor? Zo belangrijk. Want corrigeren, er zijn heel veel studenten die dat heel persoonlijk oppakken. Omdat zij niet het verschil zien tussen de acties die ze hebben en de persoonlijkheid. Dan denken ze, ja, maar mevrouw, dan zeg je toch dat ik slecht ben als persoon. Maar met grapjes kun je dat indirect corrigeren en daardoor helpt het. En met humor kunnen zij ook mij wat makkelijker aanspreken. Dus dan is het meer op dezelfde oogvlak en niet meer zo autoritair. Ja. Ja. Als je nou, we hebben allemaal mooie gesprekken gevoerd, mooie reportages gezien. Als je nou door je ogen haar heen kijkt, van wat is iets wat je opvalt of wat je eruit pikt? Als je zo kijkt naar de gesprekken van vandaag. Ja, en als ik terugkijk naar de ervaring die ik hier en de mensen die ik heb gesproken, zou ik zeggen, het is zo fantastisch om te zien dat de drie eilandjes, hogescholen, universiteiten, samenwerken met ons als MBO. En dat we samen bruggen kunnen bouwen tussen de eilanden. Dat is echt essentieel, want dan kunnen we kijken hoe dat is in een leslokaal en daar weer iets van leren. En het stukje samenwerking, dat is, ja, dat zorgt ervoor dat we grenzeloos ook leren, door de bruggen. Super. Een hele mooie afronding, een strikker om het gesprek van vandaag. Dankjewel, Golan. Jij bedankt. Dit was het alweer, wat hier betreft. Maar het programma gaat natuurlijk gewoon verder van de onderwijsdagen vandaag. En we hebben elke dag even een kort vooruitblikje, een sneak preview op de keynote spreker. En ik kan hem even via Zoom spreken. Dat is Remco van der Drift. Ik loop daar even naartoe. Goedemorgen, Remco. Kan je mij horen? Ja, hallo, goedemorgen. Nou, super fijn, ik kan jou ook horen. Jij bent directeur van het instituut Faalkunde. Het instituut voor Faalkunde, precies. Ja, en met zo'n titel kan het eigenlijk al niet meer misgaan, zou je haast zeggen. Mooi, hè? Ja, hoe fijn is dat? Ja. Vandaag om 1 uur heb jij een keynote. Zou jij ons heel kort uit kunnen leggen waar die keynote over gaat? Ja, Faalkunde gaat over het vermogen om wat milder en accepterender voor jezelf en elkaar te zijn. Dat gaat over fouten en minder perfect moeten zijn. En de keynote gaat vooral over perfectiestress. En dat is een woord dat ik heb bedacht voor de donkere kant van perfectionisme. Want perfectionisme heeft eigenlijk twee kanten. Hè. Je kan ook heel veel hebben als je zin hebt om iets moois te maken of een mooie uitzending te maken bijvoorbeeld. Maar het kan ook een hele donkere kant hebben. De kant waarbij goed nooit goed genoeg is. Wat stress oplevert. Dat je veel te hard gaat werken. Veel te veel je best gaat doen. Veel te hoge eisen. En ik heb een keynote over hoe je om kan gaan met die perfectiestress. Hoe je de last wat kan verlichten. Ja, heb je alvast één tip die ik nu al mee kan nemen zelf als beetje perfectionist? Dat je zegt, nou, doe dat in ieder geval. Zeker. Neem jezelf wat minder serieus. Oh, oké. Okay. Nou ga ik vanaf nu doen. En ik ga straks kijken om 1 uur. Heel fijn dat je alvast wilde vertellen wat je gaat doen. En heel veel plezier zometeen. Dankjewel, hé. Fijne Dankjewel, dag. Dankjewel, Remco. Oké, okay, doeg. Ja, dit was de derde ochtendshow. Morgen hebben wij er natuurlijk weer een. Morgen is de RU de instelling die centraal staat. Dan zit Matthijs Moorkamp als gast aan tafel. Zie jullie allemaal heel graag dan weer terug om 9:15 precies bij de ochtendshow. En heel veel plezier met de rest van het programma. Tot morgen!